Dit beeld zie je waarschijnlijk niet vaak. Iemand die met haar hersenen een balletje in de lucht probeert te houden. Ik was maar aan het concentreren op het balletje. Ja. Zodat hij in de lucht bleef. Maar toen ik me niet meer focuste, bleef hij ook in de lucht hangen. Dus was het misschien ook wel een beetje nep? Nou, het doel is vooral dat we de kennis willen vergroten van kinderen. En dat we heel graag willen dat ook dingen die misschien ingewikkeld lijken voor kinderen. En wetenschappelijke onderwerpen die misschien moeilijk te begrijpen zijn. Dat die toch te snappen zijn voor kinderen. Maar of dat doel nou helemaal is gelukt? Okay. Vertel, waar zijn jullie mee bezig? Met een quiz over de stoma. Stoma is, als je darmen ziek zijn, dan moeten we helaas een stukje van die darmen of weghalen of even wat rust geven. Maar dan kan de ontlasting niet meer naar de billen toe. Dan kan je niet meer poepen. Dus moeten die darmen via de buik naar buiten. En wat was nou de moeilijkste vraag? De laatste. De laatste? Wat was de vraag? Dit is helemaal niet de laatste. Bij de zesde vraag. Oh, de zesde vraag. Okay. Wat gebeurt er met de stomaprijs als het heel warm is buiten? Dat is de lastige vraag. En wie weet het antwoord van jullie? Niemand. Niemand, oké. Dit ruikt heel vies, maar dit was ook heel vies. Er zat heel veel zout bij. Maar wat ben je precies aan het doen? Ik ben een DNA-test aan het doen. Een DNA-test? Ja. Maar heb je wel een hoop geleerd al? Nee. Naast de experimenten werd aan het einde van de dag de winnaars bekendgemaakt van de Klokhuis Wetenschapsprijs. De 10 genomineerde onderzoekers waren de hele middag aanwezig om hun onderzoek aan kinderen te tonen en ze ermee te laten experimenteren. De kinderen mochten zelf uiteindelijk stemmen op hun favoriete onderzoek. En waar het aan moet voldoen is dat het onderzoek moet zijn wat voor kinderen interessant of relevant is. Dus kinderen moeten er iets aan hebben dat het onderzoek gedaan wordt. En zij moeten het leuk vinden dat het ook gedaan wordt. Jongens en meisjes, en de winnaar van de Klokhuis Wetenschapsprijs is... Papa kan niet lopen, maar wel... Anouk Tosserams en dokter Jorik Nonnekes, beide werkzaam op het Radboud UMC, zijn de winnaars van de wetenschapsprijs. Zij hebben onderzocht waarom mensen met Parkinson bijvoorbeeld niet goed kunnen lopen, maar wel heel goed kunnen huppelen. Gefeliciteerd met de Klokhuis Wetenschapsprijs. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. We zijn al jaren fan van het Klokhuis. Dus dat ons onderzoek nou een aflevering wordt, is natuurlijk fantastisch. Wanneer de aflevering over Parkinson te zien zal zijn, is nog onbekend.